Met betrekking tot het vertrouwen in de minister van Volksgezondheid zegt meneer Rabin Parmisser, fractieleider van de NDP in de Nationale Assemblée, het volgende. We hebben de afgelopen periode vaak genoeg kunnen merken dat er heel veel ruis is ontstaan tussen de vakbond, maar zo ook tussen de verschillende groepen binnen de gezondheidssector. We merken dagelijks ook op dat personen komen te overlijden vanwege het gebrek van medicatie, maar zo ook vanwege het gebrek aan specialisatie en medewerkers binnen deze gezondheidssector. Zo ook gisteren hebben we op de persconferentie van de vakbonden, de ziekenhuisvakbonden, kunnen aanhoren dat er heel veel ruis is ontstaan tussen de minister en de vakbonden met betrekking tot de verschillende vraagstukken. Wij voeren u terug naar dit moment. De gezondheid zou daarover kort kunnen zijn. Vraagt u aan de doorsneebevolking. Het is intriest waarin de gezondheidszorg is komen te verkeren. Intriest in menig opzicht, de toegankelijkheid, dat de mensen de diensten kunnen gaan afnemen, dat is vaak niet bereikbaar. Van medicijnen, basale medicijnen zijn niet te krijgen. Hoeveel operaties kunnen niet verricht worden en er kunnen zomaar doorgaan. Gaat u maar na de dialyse, steeds problemen. De basale zaken zoals babyvoeding, wat we altijd via RGD en andere de moeders daarin konden komen, daaraan konden komen. Dat soort en meer zaken. Maar behalve dat, toen we vorige regering had ook maatregelen getroffen om, onder moeilijke omstandigheden toen we verkeerden, om bijvoorbeeld waar we tekort hadden aan artsen, verpleegkundigen uit Cuba te halen, is deze regering en heeft de behandeling, vraagt u maar aan de Cubanen, zo negatief geweest. Ze hebben ze bedankt. Ze hebben ze ook niet betaald. Ja. Zijn ze weggegaan. En later zijn ze met hangende poeltjes weer naar Cuba gegaan om te halen. Dat is binnen onze buitenlandse politiek schandalig optreden. Dat doe je niet met een bevriende natie. Met Cuba hebben een lange relatie. Maar ook de manier waarop. Maar om in hele moeilijke omstandigheden. De vorige regering. Want deze mensen, wat je ook draait of keert, vorige regering. Hebben wij toch Wanica ziekenhuis opgezet. Hebben verschillende polyklinieken opgezet. Ja, ik heb het, ik weet niet, via u of een ander medium, Pokigrong, een polykliniek, uitgebreid polykliniek met wat bedden, et cetera, opgezet. Ze hebben niet eens wachters daar kunnen neerzetten. Al heel wat is weggedragen. En dan hoor ik dat ze gaan het heropenen. Dat ding was al lang geopend en het functioneerde. Maar goed, ze zijn hun eigen rommel gaan opruimen. Ja, ze hebben geopend. Maar intussen helaas hebben heel veel mensen, ja, heel veel leed ondergaan. Omdat de diensten niet waren. Gaat u maar na. De commercialisering. Wat het beleid is van deze regering, ook van de gezondheidszorg. Wat ik daarmee bedoel, hoeveel de mensen niet moeten bijbetalen. Links en rechts, ik heb het ook gehad, diensten, ja, die goed functioneerden. De polyklinieken, de HAPS en noem maar op, wat goed functioneerde, waar mensen terecht kwamen, heeft men gewoon opgedoekt. Wat is daarvoor in de plaats gekomen? En zo zouden we door kunnen gaan. En kapot maken, daar schijnt men kampioen in te zijn. Medicijnen, gaat u maar na, het zijn niet mijn woorden. Gisteren is, dacht ik, de directeur van Academisch Ziekenhuis ook uitgekomen om de noodklok te luiden. Als ik het zeg, gaan men interpreteren, ik praat politiek. Ik praat mensen na, die de ter zake deskundigen, zoals artsen, die hebben het gehad over de basale medicijnen die er niet zijn. De babyvoeding is er niet. En heel wat verbruiksartikelen om te opereren is er niet, et cetera, et cetera. Hun kaart is niet meer voldoende garandeerd dat je de toegang krijgt tot voorzieningen in de medische zorg. Dus mensen, epina, opina moro, denen kiezen toegang. Epina, tapa gezondheidszorg, nu ernstig. Dus het is een noodsituatie wat de gezondheidszorg betreft. En dit beleid is rampzalig. Dat zelfs de vakbonden het geloof in deze minister hebben opgegeven. Hij wordt uitgemaakt, krantenkoppen als leugenaar en noem maar op. Dat zet aan het denken dat je afspraken maakt en noem maar op. Kijk, brain drain hebben we altijd gehad. Ja, ik heb er ook mee te doen gehad. Maar het is een beleid die je dan opzet. Een beleid om steeds
ja, dat te voorkomen, hoe je met die mensen omgaat, de beloning. Dat is niet alleen materiële beloning, het is veel meer dan dat. Ja, dat merken we, hoe je mensen bejegent, hoe je met die sector omgaat. Open, eerlijk, transparant, dat is het niet. Gaat u maar na, links en rechts werden mensen weggehaald, nu in de afgelopen 3 jaren. En pas boom worden mensen op posities geplaatst, ook binnen de gezondheidszorg. Non-transparantie van je welste. Er zijn zoveel gevallen geweest wat in de richting van corruptie. Ja, dat wordt maar niet onderzocht. Kortom, een en al een situatie van wat je moet zeggen malaise. Met als gevolg heel veel leed aan de mensen. Dat is ernstig, zo'n situatie waarbij baby's doodgaan, kinderen doodgaan. Maar ook heb ik aangegeven hoeveel volwassenen ook doodgaan. En als we betere gezondheidszorg hadden op een adequaat niveau, zou daar minder sprake van moeten zijn. Meneer Parmisser, met betrekking tot medicatie. De president heeft onlangs zondag op Atjoni aangegeven dat er een Indiaans bedrijf is die bereid is goedkope medicijnen te fabriceren. Maar er zal ook een moment komen dat er in Suriname medicijnen gemaakt zouden kunnen of geproduceerd zouden kunnen worden. Hoeveel geloof heeft u dat dat gerealiseerd zou kunnen worden? Hoeveel beloftes heeft dezezelfde president niet gedaan? Gaat u maar na in de afgelopen 3 jaren. En wat is er van terechtgekomen? Zo wil ik het antwoorden. Ja? Ja, als er bedrijven zijn die hier komen om dit soort zaken te produceren en dan te exporteren, zou het een goede zaak zijn. Maar laten we eerst zien. Tot nu toe als parlement hebben wij geen stukken gezien. We hoeven dat ook niet te hebben. Maar die informatie daarom ontbreekt. Er zijn allemaal one-liners. Ja, het zijn wat kreten die links en rechts bezig worden om politieke redenen alsof dit zou komen. Daarom zeg ik, laten we het heel netjes houden. Hoeveel uitspraken heeft de president niet gedaan? Hoeveel beloftes heeft de regering niet gedaan op diverse gebieden? En wat is er van terechtgekomen? Als we de beloftes tijdens de verkiezingscampagne, maar vlak daarna die gedaan zijn, ja, als een deel daarvan gerealiseerd zou zijn, zou Suriname een prachtig land zijn. Ja, dat is dus voorgehouden. Dus we gaan richting verkiezingen en je zal meer van dit soort uitspraken horen. Dit soort loze, inhoudsloze uitspraken. Meneer Parmisser, met betrekking tot de minister van Volksgezondheid. Zou de Nationale Assemblée de minister kunnen oproepen ter verantwoording van wat er allemaal afspeelt? Want er wordt vaak genoeg aangehaald, er zijn plannen om de gezondheidssector te herstellen. Er zijn plannen gepresenteerd. Maar tot dusver merken we dat het nog steeds bergafwaarts gaat met de gezondheidssector. Hoe verder dan? Ja, de voorzitter van het parlement kan altijd uitnodigen in de commissie. Dus de communicatie kan altijd zijn. Maar alleen net wat u zegt, de plannen. Hoeveel geloof heb je in datgene wat men zegt, dat men dat ook doet? Ten tweede, er is merendeels altijd een lijn van de huidige regering. Alle schuld aan hun falen probeert men te brengen in de schoenen te schuiven van de vorige regering. Ja? U bent al 3 jaren. Daarvoor had u allerlei beloftes gedaan. U zou alles in orde maken. Wat is er van terecht? Vandaag de dag is de situatie vele malen erger dan de situatie toen. Toen kon je met je kaart nog naar het ziekenhuis, et cetera. Hoeveel mensen hadden geen kaart? Al wat zaken die ik daar net genoemd heb. Oogoperaties konden doorgaan en allerlei zaken. Ja, dat was diabeteszorg. Alles heeft men kapot gemaakt. Dus we moeten terug naar een situatie waar we goede gezondheidszorg hebben. Er moet meer begroting, meer geld komen op de post volksgezondheid. U ziet dat er heel weinig geld is. Dat hebben we keer op keer hier tijdens begrotingsbehandeling aangehaald. Met dat geld, wat ga je doen? Ja, de bevolking gaat verder armoede lijden. Dus met heel weinig gezondheidszorgdiensten in aanraking komen. Nou, daarom zeg ik, ze hebben een beleid van commercialisering. Mensen moeten betalen daarvoor. En de NDP staat er niet achter wat gezondheidszorg betreft. Meneer Parmisser, dan nog de volgende vraag. Ik heb ook begrepen dat de medewerkers van het SZF in actie zijn, waardoor personen niet kunnen gaan om hun kaarten te verlengen of hun kaarten aan te vragen. Hoe verder dan, als we steeds moeten aanhoren dat de gezondheidssector in acties dreigt te gaan en dat ze de minister een bepaalde periode hebben gegeven om te reageren op vraagstukken en vragen?
Hoe ziet u de gezondheidssector over die 2 jaar dat deze huidige regering nog heeft? Het wordt rampzaliger met dit beleid. En u haalt OSZF. Maar noem mij één instantie onder volksgezondheid wat goed functioneert nu. Noemt u maar één. Waar er niet geklaagd wordt, beloftes die er gaan zijn, afspraken die er gemaakt zijn, overeenkomsten die er gesloten zijn, dat men niet naleeft. Ja, toch? In deze tijd is de regering zo voortvarend bezig geweest voor allerlei toelagen voor zichzelf. U weet toch, dat van de ministers 50% en dat soort meer zaken. Tussen haakjes, ik heb nergens een mededeling, formele mededeling van de regering gezien, gehoord, dat dat teruggedraaid is. Nergens. Ja, dus daarin is de regering zo voortvarend. Het is zo moeilijk. Mensen hebben een hele lage salaris, daar komen ze niet uit. Ik weet het. Ja, u weet het ook. Gaat u maar in de gezondheidszorg. Als u een verpleegkundige of een technicus of wat dan ook in de gezondheidszorg, is het hard werken geblazen. Ik zeg niet dat andere sector met een verpleegkundige lopen een dag in het ziekenhuis. Gaat u met een labassistent lopen in het ziekenhuis, dan heeft men amper tijd om brood te eten, bij wijze van spreken. Ik noem maar 2 voorbeelden, andere categorieën ook. Ja, dat? Dus, en die mensen hebben dan geen tijd om een tweede, derde of vierde job te doen. Laten we dat goed vaststellen. En met dat salaris, ik heb tijden meegemaakt dat verpleegkundigen vanwege de liefde voor de patiënt, de humaniteit die men op kan brengen, dat hun geld wat ze ontvingen aan salaris, amper voldoende was om busgeld te betalen. Toen was ik begonnen met fietsen kopen voor de mensen. Toen, ja, weet je. Dus die categorie, liefdevol werk is er, maar we moeten menselijk, humaan ook naar kijken. Dus als we salarissen en toelagen, en zeker in de COVID-periode, hebben de mensen heel zwaar gehad. Maar nu ook, omdat heel wat mensen vertrekken, dus hetzelfde werk moet door veel minder mensen gedaan worden. Men probeert iedereen te helpen. Als je eenmaal in de gezondheidszorg bent, is een ander chapiter. Namelijk, je staat daar, je ziet een medemens, ja, in een situatie van leed, dan kan je niet anders dan alles uit je geven. Hè? Al je best doen. En dan blijft men lange dagen maken. En dan die mensen doen nobel werk, goed werk. En dan moeten we eerlijk, die prioriteit moet er zijn, dat we één, tenminste wat we beloofd hebben, en op tijd uit te betalen. En te kijken, zoveel als mogelijk meer geven. Uiteraard, wat de kas, et cetera, ja, zich kan permitteren en rekening houdende met andere beroepscategorieën, maar daar zijn de bonden in overleg met de overheid. Nee, ik heb altijd een lans gebroken voor de gezondheidswerkers en dat zal ik blijven doen, want ik heb met hun vele jaren, meer dan 10 jaren, op de werkvloer gestaan. En ja, zij verdienen veel beter.